Welkom bij mijn nederige stulpje. Hey. Oh, er zit er gewoon een ladder hier hoor, man. Yo, welkom. Yo. Nou, dan stel ik Fancy uit hier binnen. Kijk, je bent nog bezig aan een porch. Oh, dat is wel een leuk idee zo. Met water. Oh, ja, ik dacht dat je dat anders bedoelde. Ja. Oh, zei ik plaats altijd gewoon met foundations, en dan kun je het altijd groter maken later. Ja, dat wel, maar. Het gewoon uit op die dak. Ja. Fijn. Maar vind je het mooi? Ja, we zien als het af is natuurlijk, maar. Ja. Nou, bedankt voor je bezoek, er opnieuw nog. Bovenaf lijkt net een piemel. Nee. Ja, van een baller, maar de piemel op het sperma die eruit komt. Helemaal niet. Kom eens naar beneden. Lijkt me eigenlijk op een piemel, weet je. Maar oké. Okay. Kom eens naar beneden. Zo. Kom naar beneden. Ja. Kan je even afstappen? Hoezo? Dan kan ik het bekijken, want als je me oppakt, dan zit ik in je fucking poot geblieft. Oké. Okay. Dat is geen piemel, ik ben een revolver. Een vliegersdek lijkt gewoon op een ballen. Dat uitsteekt is de piemel. En dan de schoorsteen maakt het om de sperma uit te komen tot rook. Het is ook echt zo'n spleet. Dat is een spleet aan de top. Nee, het is gewoon een revolver. Het lijkt het veel meer op een revolver. Oké, fuck jou. Bedankt voor de RG. Nee, kom terug. Ga jij maar je mooie bitch, zeg maar hier. Nee. Zeg maar. Oh, hier is Job. Hey, mammoeten. Jezus. Oh shit, er zitten gewoon 12 trank arrows in, 27 stone arrows. Het zijn parachutjes. Oké, waar gaan we nu dan een huis bouwen, godverdomme? Ja, get your ass back here, man. Nee. Het is wel een hele rare lul, als dat dit een lul zijn, maar goed. Jij doet het geweldig. Ik vind het allemaal leuk dat je ook echt zo'n speech geeft over van dat wat je het heel leuk vindt dat je een keertje zo duurlijk het heel artistiek gaat bouwen. Maar kijk, lijkt het op een lul. Geweldig. Maar je hebt gewoon een homofiele blik op het leven, weet je. Dat...